Dit is West in 60 seconden. Het Hoogheemraadschap heeft op veel plaatsen het waterpeil omlaag gezet. De komende dagen wordt flink wat regen verwacht. Er is plaats nodig om dat water te kunnen opvangen. En daarom is in veel polders het waterpeil gezakt. Het lot van macropersoneel in onder meer Delft en Wateringen is nog onzeker. De Volkskrant meldt dat een grote ontslagronde dreigt. Macro zou op het punt staan honderden mensen te ontslaan. Waar, dat is nog niet duidelijk. Macro heeft 17 vestigingen in het land. Maison de Bonnetterie in Den Haag heeft de deuren gesloten. De bekende luxe modewinkel is dichtgegaan vanwege de recessie. Dit weekend was leegverkoop en kon het publiek afscheid nemen. En ADO Den Haag heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. In eigen huis won de ploeg met 3-0 van Groningen. Spits Michiel Kramer scoorde 2 keer. Dit was West in 60 seconden.